Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe workout met Kohout. Het is vrijdag en dat betekent natuurlijk weer een workout met Kohout. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, is het vandaag een Ultimate Booty Workout. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een resistance band. En omdat we natuurlijk gamers zijn, heb ik mijn gamestoel erbij gepakt als attribuut. Maar je kan dit ook op een bank of op een gewone stoel doen. En dat zijn eigenlijk de enige twee dingen. Ik ben heel blij. Ik heb deze net nieuw binnen. En de kwaliteit is heel goed. Dus ik kan niet wachten om deze te gebruiken. Ik heb de resistant band spanningsniveau heavy. Dit is ook very heavy. Maar ik denk dat we maar eens een keer gaan beginnen met deze resistant bands met heavy. Linkje voor deze resistant band zal ik in de beschrijving zetten. Ja, ik ben er heel blij mee. We gebruiken hem bij één onderdeel. Binnenkort zal ik een workout maken waarin ik een weerstandsband workout zal ik maken. En dan kunnen we deze vaker gebruiken. Het is heel dik materiaal en er zit van dat anti-slip aan de binnenkant waardoor je niet naar beneden, waardoor die niet verschuift. Waardoor die niet verschuift. Dus je kunt hem om je enkels doen. Of bij je knieën, boven je knieën. Of iets hoger. Is net wat jij wilt trainen. Maar goed, ik ben er heel blij mee. En het is ook fantastische kwaliteit. Want het is heel dik. Je hebt ook van die plasticen. En die vind ik gewoon niet stevig genoeg. En deze echt. Ik kan hem met mijn polsen bijna niet uit elkaar trekken. Dus deze is echt wel. Ja, heeft gewoon een hoog spanningsniveau. Ik ben heel blij met deze. Voordat we gaan beginnen wil ik ook nog even vertellen dat het is natuurlijk een ultimate booty workout. En dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat het alleen gefocust is op de booty en de benen, de billen en de benen. Want het is ook heel belangrijk om te weten dat ook je rug meegetraind wordt, je onderrug en je buikspieren. Je buikspieren, je core stability zijn we aan het trainen en ook de onderrug. Dus een hele belangrijke workout voor mensen die de hele dag op hun dikke billen zitten. Dus laten we gauw beginnen. Zijn jullie zover? Let's go! Om de bilspier goed te activeren is het heel belangrijk dat je bovenin goed je billen aanspant. Dus echt knijpt in die billen. En dan gewoon met je spieren, hè? Niet met je handen. De hip thrust doe je in supersets met een frog pump als warming up. Ook bij de frog pump is het van belang dat je bovenaan je spieren aanspant. Dus in je billen knijpt als jij boven in de oefening bent. Snap je wat ik bedoel? Deze superset van hip thrust en frog pump is de warming up en deze doe je 3 keer. Beide oefeningen herhaal je 12 keer en dit doe je dus in 3 setjes. Dit is de zwaarste oefening van de workout. En zoals je ziet ben ik ook hier aan het struggelen en op een gegeven moment bedenk ik, ik moet mijn been iets verder op de stoel leggen. Dat zien jullie vanzelf. Maar het is een hele zware oefening en doe hem ook rustig aan. Als hij te zwaar is, doe dan gewoon met 2 benen op de stoel en niet single leg. Deze oefening doe je in 3 sets, dus 12 keer per been en dan 3 sets.
Tagini. Deze oefening doe je 5 sets, dus 20 keer per kant en dan 5 sets. Ik heb het dus wat moeilijker gemaakt om een game stoel te gebruiken, omdat die een klein beetje draait en het maakt het allemaal iets instabieler, waardoor je wat wankeler bent af en toe. En hier bij de pistol squat is het ook goed om te weten hoe lager de stoel, hoe moeilijker deze oefening. Ook is het belangrijk dat je rustig gaat zitten in de stoel en niet je laat vallen. Daardoor maak je de oefening ook zwaarder. Deze oefening doe je 3 sets en dat is dus 12 keer per been en dan 3 keer. Raad het misschien al, deze single leg deadlift doen we ook in 3 sets en dat is dan 12 keer per been 3 sets. Oh jongens, dit was echt een intensieve training, ik zweet helemaal. Ik vond het enorm leuk om deze training te mogen geven. Ik wil even een dikke duim voor jullie doen, dat jullie lekker bezig zijn als je deze training hebt gedaan. Dan ben je gewoon een enorme topper. En naast het feit wat ik al voor de video ook zei, dat je je billen traint, is het ook natuurlijk voor je bovenbenen. Maar ondertussen, als je die 2 traint, met deze oefeningen ben je ook heel erg bezig met je core stability. Dus je buikspieren en stabiliteitsoefeningen. En omdat je je billen traint, vooral bij de hip thrust, heb je dus ook de onderrugspieren die je meepakt hier. En die train je dus ook. En dat zijn we... Dat zijn best wel belangrijke spieren voor gamers, voor mensen die de hele dag zitten. Dus ook als jij een kantoorbaan hebt, is dit een ultieme workout voor je onderrug en billen. En er gaat niks op tegen een strakke bil. Dus goed gewerkt. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef het natuurlijk een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet te abonneren. Als je vaker van dit soort video's wil zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!